Lieve mensen, weer een nieuwe vlog. En de vorige vlog over de bevalling is echt heel erg goed bekeken. De komende maanden gaan we alleen maar leuke beelden laten zien. Van onze kleine Mick die opgroeit, die steeds iets meer kan. In deze vlog ook alweer. Dus ga er goed voor zitten. Pak nu nog wat drinken nu het kan. Veel kijkplezier. Lekkere dikke wangen van papa, hè? Ja, lekkere buik. Wij zijn weer helemaal naar elkaar toe gegroeid. Wij zijn weer verliefd. Kijk, Jess gaat nu voor het eerst een flesje geven. Lekker, Mick. Flesje, dat is gek. Ja, dan wil je rustig, hè, papa. Nee, oh nee, toch niet. Dat is mijn kind, jongens. Dat is mijn kind. Ja. Nou, daar lopen we dan. Hoe oud is Mick nu eigenlijk? Het is dinsdag, hè? Morgen 2 weken. Morgen 2 weken. Jezus. Kijk dan. Is dat Mick morgen 2 weken? Van mijn kleine prinses. Dus we zijn nu onderweg. Daar ergens bij die benzinepomp daar in de verte. Daar hebben we zo de gehoortest. Maar we denken dat het goed is. Want als we per ongeluk iets laten vallen of een glas te hard neerzetten, schrikt ze zich lablazers. Dus het zal wel goed zitten. Maar ja, ik kan het maar beter even getest hebben. Kijk dan, lief. Kijk dan. Best wel slim. Ja. Nou, deze meid is voor haar gehoortest geslaagd. Yay! Ja, ze heeft voldoende kan ze horen. Dan hoort ze ook hoeveel onzin mama de hele dag door vertelt. Oh, dat geeft mij de schuld. Maar dat ging zo snel. Ik dacht, ze gaat nog gewogen worden en dit getest en dat getest. We kunnen allemaal vragen stellen. Nou niet hoor, daarvoor moeten we bij het consultatiebureau zijn. Maar ik dacht ook echt dat we daar nu waren. Ja. Nou, Mick, dan gaan we nog even snel boodschappen doen. Wat dacht je daarvan? He? Ja. Wel fijn. En onze Mick die zo goed horen. Kijk je naar zo lief liggen. Hebben onze kijkers al verteld wat we vandaag eten? Nee. Nee? Wij eten vandaag gebakken aardappelen. Vlees. Worteltjes, want dan kunnen we goed kijken. Met een kerrysaus, hè? Ja. En die aardappeltjes die staan al zeker 40 minuten op of zo. Moet langzaam. Aardappelen moet langzaam. En dan worden ze lekker knapperig. Ik ben een fles mayo. Dames en heren, goedemorgen. Het is zover. Saskia en haar verslaving. Ja, rot woord. Ik weet het, het is een rot woord. Het raakt me ook persoonlijk, vind het ook vreselijk. Maar hier komt hij. Het is niet te veel. Een klein slokje. Ja. Mick wordt ervoor aan de kant gelegd. Mick moet weg. Hup, weg. Nee, Mick moet gewoon de luier. Het smaakt er niks heel anders. Niet meer zo lekker? Nou, nee. Stop maar. Ben ik geschikt voor de nieuwe commercials of niet? Red Bull makes you. Rawr. Kijk eens wie hier in één keer binnen is gekomen. Oma. Oma. Ja. Nee. Mama, oma, zou sowieso al langskomen. En toen zei ik van, nou, het was eigenlijk een beetje een verrassing bedoeld, doordat ze het gewoon gisteren al tegen Sas vertelde. Ik zei, als je nou even een uurtje op kan passen, dan kunnen wij even samen wat gaan doen. Gewoon even wandelen of zo. Even met z'n tweeën, zodat we niet uit elkaar groeien. Hoe heet je ook weer? Jessica. Ja, ik doe wel weg. Oké, vind je het spannend? Heel spannend, maar vooral heel leuk. Ja? Gaat ze het overleven? Ik denk het wel. Oh, oké. Wij gaan natuurlijk gelijk weg als ze borstvoeding heeft gehad. Dus als ze dan in het komende uur, anderhalf uur gaat huilen, kan niet aan het eten liggen en heeft ze krampjes. Dus ik ga mama even uitleggen hoe ze dan het kruikje moet doen. Kijk, je pakt hem uit. Hieruit. Dan gaan we naar de magnetron, die bevindt zich in de keuken. Moet deze niet nat? Nee. Doe je zo. Magnetron. Klik je op wattage. Ja. Doe je op max. Dan doe je deze 1 minuut 30. Oké. Dan doe je hem. Wacht, oh! Oh ja, maar dan. Ik wil even. Heet! Schoon. Daar hebben we een bordje, leg je hem op. Ja, zo. Doe je hem dicht, druk je op start.
Nou, dan wacht ik tot die 1 minuut 30 voorbij is. Dan doe je hem daarna hierin. En dan soms moet je eventjes voelen, want af en toe is hij voor mijn gevoel net iets warmer dan normaal. Ja. Maar meestal is dit ongeveer wel goed, hoor. Ja. Oh, snel. Tadaa. Zo voelt hij nog heel heet, hè? Zo voelt hij nog heel heet. Ja, voor mij niet, maar voor haar wel. Het is de 29ste. We hebben nog steeds een kerstboom. Het is al de 30ste trouwens. Het is de 30ste. Oh. Nou, en dan hebben we nu, dames en heren, de officiële overdracht. Trommelgeroffel. Hey. Nou is jouw lot in de handen van mijn moeder. En dat is echt vreselijk. Kijk maar wat het voor mij is geworden. Mam, ga je beter doen dan met mij? Ja. Oké. Oh, ik ben zo moppie. Nou, we zijn weer terug. We hebben even lekker gewandeld en boodschappen gedaan, mondkapjes gekocht. Kijk hoe ze liggen. Was ze lief? Ja, natuurlijk is ze lief. Ze is oma's kind. Wat een snoepie. Kijk, dat is schatje. En wij, Sassia en Jessie, wij zijn weer helemaal naar elkaar toe gegroeid. Wij zijn weer verliefd. Zijn jullie weer verliefd? Ja, we hadden het wel nodig. Dat was wel heel leuk. Dat was wel even lekker samen. Wat? Ja. We hebben ook al een hele tijd niet gekust op de vlog. Dus. Lieve mensen. Het is, even kijken. We gaan 1 nacht weg. 1 nacht gaan we weg zo. En doe even een doek eroverheen of zo. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik kan zelfs niet laten zien die borstvoeding aan het geven. Maar we gaan 1 nacht weg voor de jaarswisseling. En we zijn al 1,5 uur, 2 uur bezig met spullen pakken. En dan douchen, borstvoeding, mik aankleden. Het is allemaal best wel een gedoe, 1 nachtje weg. Ja. Dus ik denk dat we vanaf nu alleen nog maar thuis blijven. Toch? Niet? Kijk, nou, we zijn bijna klaar om te gaan. Sas haalt nog even een doekje door de keuken en ik heb alles opgeruimd. Goed zo, schat. Ik ben blij dat je dit soort dingen weer kan, liever. Ik ook. En onze kleine prinses ligt er ook al klaar voor, lekker zo weer. De hele dag. Kijk, het is knapperd. Kijk, je wordt lekkere dikke wangen van papa, hè? Heel lekkere buik. Lekkere buik, ach, een gekke gezicht. Ik hou ze veel van jou. God, wat een dropjes. Ik hou ze veel van. Kijk, zo zijn, dames en heren. We zijn bij opa en oma boerderij. Kijk, het is dropje. Hoi, liefie. Heb jij zo lekker geslaapt, liefie? Ze heeft de hele weg geslapen. Ze heeft geen geluid gemaakt. Is daar nog een grote vriendin? Ik hou zo veel van jou. Ja, maar kijk. Even snuffelen. Je moet alleen een vriendje vasthouden. Jessie en Sassia. Jessie Bertus. Hi, Piet. Dat is wel geleden. Moet jij rustig wakker? Oh. Zachtje. Wil je Mickey wiebelen? Kijk, wil je Mickey wiebelen? Kijk, een babykamer. Kom eens hier jij. Kom eens hier jij. Wil jij op de bank liggen? Dat gaan we dus niet doen, hè? We gaan kijken naar de babykamer. Kijk eens hoe mooi. Super kijk eens hoe mooi. Is zo mooi, hè? Kijk eens, bedje. Is commode. Billendoekjes. Pats, pats, pats. Hier. Dit is een schildpad. Heel goed. Heel leuk. Alleen nog even goed. Beer, heel groot. Beer, heel groot. Ja, die beer is eigenlijk een beetje te groot. Nou, dat is leuk. Ik zei al. Zie je, dan komen we geen doekjes mee te nemen. Zie je? Perfect. Wat ben je aan het doen? Je staat al de hele tijd te staan. Ja. Lief, hè? Ja, lijkt in ieder geval. En hier worden babyfoto's bekeken. Ja. Nou, dat lijkt met een buitenaards wezen. Wat rode vlekken. Oh. Sloot gelijk heel dat boek. Ja. Hier moet je kijken. Dit is toch geweldig. Kijk dan, jongens. Leuk, hè? Ja. Heel mooi. Heel mooi kindje ben jij. Ja. Je bent echt een mooi kindje. Mooi neusje. Klein, hè? Mooi neusje. Okay. Ja, dat heeft ze niet gedaan. Ja, ze ging lachen. Ze is goed lachen.
Ja. Nicky. Nicky. Kijk, ik heb Sas geleerd om altijd vliegtuigje te doen als er eten aankomt of vitamine. Ik ben aangevlogen. Oh, Mick vindt het niet leuk. Zo in Mickey. Mick, vliegtuig. Vliegtuig, liefie. Het is vliegtuig. Dat is niet vies. Ik vind het zo interessant ook. Goed zo, Mick. Vinden jullie dat dan niet zielig? Elke dag twee van die lepeltjes aan vitamine. Dat ze daar niks op hebben gevonden, hè? Dat je niet gewoon een soort van één tabletje kan nemen en dat je dan een maand klaar bent of zo. Ja. Dit hoort er ook wel weer een beetje bij. Ik vind alles zielig als ze het niet leuk vindt. Ik ken het. Weet je dat je nu ook hoort van de kijkers dat je niet zoveel kusjes mag geven? Nee, tuurlijk niet. Nog een kus. Bij mij niet, bij mij wel. Hoe gaat het met eten beneden? We hebben ze allemaal gedraaid en dan gaan we ze in één keer bakken. Bertus houdt alles in de gaten hier. Hier, Bertus houdt alles in de gaten. Maar jij staat ook op wacht. Gaat het goed, oma? Ja, wij kunnen dit. Wij zijn een kind in leven aan het houden. We hebben het slecht hierboven, hè? Toppie. Nederlands. Oké, dan. Chill. Dit is echt het schattigste wat ik ooit heb gezien. Oma zit op schoot daar ook. Vinkels te kijken. Voor Mick. Ja. Kijken naar Mick. Ja. Opa, wat doet u nou? Is je vinger vast. Is wel handje vasthouden. Ja. Zo lief, hè? Ja. Zou ik me vast ook. Ja, hè? Zo laat je nummer los. Nou, lieve mensen. Gelukkig nieuwjaar. Mick heeft voor de zoveelste keer alles ondergeplast. Dus daar staan we dan. De batterij was net eventjes leeg, dus inmiddels is hij opgeladen en heb ik gedoucht. Kijk eens. Gelukkig nieuwjaar. Ja. Hij doet het ook zo goed, hè. Jullie lijken wel een gelukkig gezinnetje. Hijf, je doet het zo goed, vriend. Is het leuk, oma? Ja, zeker weten. Je hebt er echt al uren vast, hè, sinds gisteren. Ja. Ja. Kijk dit tongetje. Kijk, oh. Kijk, kom vandaar, dat zie ik wel. Ja? Ja. Ja, weet ik. Je hebt het kapper, toch? Ja, ik zie het al aan de haar hier. Is ze een echte Van de Graaf? Ja. Oh. Ik knap het. Ja. Een eifje. Hij zit zo. Hij zit zo op de haar. Ja, weet maar. Niet klein, hoor. Nee, dat is... Jackie, Fie, papa hier. Ze slaapt lekker. Ja. Nou, en we gaan weer. Was wel leuk, hè? Ja, was heel leuk. En Mick deed ze goed. Nog even filmen voordat ik wegrijd, daarna niet meer. Oké. Okay. Doei. 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 Hebben jullie al de beste wensen tegen de kijkers gezegd? Allemaal de beste wensen. Allemaal de beste wensen. Doei. Allemaal de beste wensen. Heel gezondheid. Ja. En mama is volgens mij al bij de weg aan het kijken of we kunnen. Guusje. Guusje, kom eens hier. Kom eens, Guus. Oké, nou net te laat. Oh ja, het is opgenomen. Wacht, kijk. Dit was dus net. We waren aan het praten door de microfoon tegen de... Kijk. Dat is de babyfoon, kijk hoe leuk. Nou, wij gaan naar de markt. Voor de tweede keer volgens mij met Mick. Maar deze keer niet met, met kinderwagen. Draagzak. Dat is leuk natuurlijk. Dus Mick gaat er nu in. Spannend. Ik vind het wel speciaal hoor. Jezus. Wie is daar zo woest aan het kijken? Knappert. Kijk nou, Jesse heeft een nieuwe trots. Maar kijk nou, hoe schattig. Je zo in een mooie draagzak. Hè? Je zo lekker bij papa. Nou, we zijn net op de markt geweest. Dat was echt zo cute was het. En nu zijn we even bij Sas aan het wachten. Want er mag maar één de supermarkt in natuurlijk. Sas is in de supermarkt. En onze Mick. Hier, liefie. Nou, Sas zit op de bank borstvoeding te geven. En dan ben ik eten af aan het maken. Ik wil niet met allereerst opstrijken, want Sas is gaan begonnen en die heeft dit al gemaakt. Ik heb het alleen afgemaakt en gewoon een blij. Bakken jullie dat met olie of met boter? Wat denk ik? Ik heb het nu met olie gedaan, het zat al in de pan.
Maar kijk dit. Dit ziet er nog goed uit. What the fuck? Nou, ik hou er mee op, denk ik. Nou, het is klaar. Le maaltijd. Le Hello Fresh. Maar die hebben er zelf bij bedacht. Gewoon hoe het kan. En ik niet zo dom op salade. Geen paard. Jess gaat nu voor het eerst een flesje geven. Is lekker, Mick. Is flesje, dat is gek. Maar drinken. Er komt echt gewoon uit het tepel van mama, hoor. Ja, Speentje pakt ze ook niet, dus misschien vindt ze het heel gek. Ja, Mickie grote drink. Jess is zo trots. Papa is tering trots. Dat heb je niet gehoord. Heel erg trots. Nou, drink anders, laat ik het gewoon in je neus lopen. Grapje. Je moet hem iets hoger houden en dan een flesje met minder rug. Lekker drinken, hè? Goed zo, prinses. Papa is een tering weer. Papa is wel heel erg trots. Wij komen nu net thuis. We zijn even bij de slager geweest om eten te halen. Dan moet je kijken. Oh, ten eerste, we hebben een nieuw doek. En wat voor het eigenlijk? Nou, liefie. Papa. Doe maar rustig. Geen maar. Hé, hey, liefie. Ja, dan wil je rustig, hè, papa. Nee, oh nee, toch niet. Ik ga je er even uithalen. Ik ga jullie even wegleggen, want ik wil mijn kind met twee handen vastpakken. Oh, ben je nu rustig? Ben je nu rustig geworden? Nee, niet. Nou, kijk, Sas heeft het eruit gepakt. Dan moet je eens kijken. Ze weet nu dat ze voeding krijgt. Is zo'n dropje. Je bent zo'n dropje. Je bent zo'n knap kind. Je bent zo'n knap kind. Kijk dat nou leuk ze is. Nou, we hebben lekker gegeten. Kijk, kijk hoe lief ze is dan. Kijk, grote gaap. Gaat papa jou helemaal afkussen. Oh, kijk, kijk. Ze laat helemaal de goede kant zien zo. Dat is mijn kind, jongens. Dat is mijn kind. Ja. Kijk hoe ze het volgt. Ja, jij volgt alles, hè? Je bent zo snel. Je bent pas een paar weken. Doe rustig aan met je ontwikkeling, alsjeblieft. Kusjes, papa. Nou, we moeten stil zijn, maar Mick is heel langzaam in slaap aan het vallen. Kijken of we dit vast kunnen leggen. Gezien. Ik ben gezien. Oh, je hebt last van je tong, hè? Ja. Je moet heel snel over zijn, schat. Ze heeft last van spruw. We hebben 2 dagen geleden of zo hebben we daar snel wat voor gehaald. Dus hopelijk is het, is het snel over. Het zal snel helpen, toch, schat? Ja, zeker. Ja. Ga jij de wacht houden? Ga jij kijken naar Mickey? Lieve kijkers. Dit was hem weer voor deze keer. Dikke kus van ons. Vergeet niet te liken, te abonneren in het midden. Oh, sst. Ach, liefie. We gaan toch niet met tranen de vlog afsluiten, hè? Ja, ze vindt het einde niet leuk. Oh, ze vindt het zo jammer dat het einde is. Nou, volgende week een nieuwe vlog. Volgende week een nieuwe vlog. Dikke kus van ons. Zeg maar dag, Mick. Die kijken mee op een afstandje. Dikke kus.